YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En Bram stinkt. Nee. Boom. Au. Boom, headshot. Welkom in ons huis. Nou, vorige keer hebben dus mensen geklaagd in de comment dat ons huis veel te lelijk werd. Was. Nou, ons huis. Iemand vond dat het onder onze verstand had. Nou, kijk nou, dit... Hier is gewoon handig als je kool nodig hebt of... diarree of zo als je nodig hebt. Gras heb je ja, binnen. Ja, wil je een farm steen maken? Kijk. Ik heb de farmoplossing. Huppa, we kunnen planten. Precies. Nou, wat wil je nog meer? Er zit wel allemaal gaten in onze muur. Dat is mode. Nou, of enderman. Hier zie je random gras. Ja, dan gaan we naar boven. We hebben een heel zeer uitgebreide plantage van allemaal zooi. Ik heb een ei. Gooi de ei. De ei gooi. De ei kip. Dus wanneer is een beacon red? Wow! Oh ja, ik weet hoe dat werkt. Ze hebben rood glas gebruikt. Ik ga kijken. En dan rood glas te gebruiken. Met je beacon verkleuren. Hoe vet is dat? Ik wil ook een beacon. We kunnen gewoon een groene beacon of zo doen. Kom, ja, we zetten er lelijk gras op. Hey, maar... Ergens ben ik het wel met degene eens. Je kijkt wat de andere basis zijn en dan ineens heb je onze deurtoren. Wat is dit voor een blok dan? Wat is voor een blok? Kan je furnace... Er staan wel furnaces met gekke dingen in. Ik heb de vorige keer de spawn gebouwd, hè? Of geholpen. Ik heb gehielpt te bouwen. Kom wel in de beacon weg. Niet dan. Hoe komen ze eigenlijk aan die beacon? Ja, je hebt die spawn gebouwd. Nee, niet doen als er geen beacon. Nee. Dat is opzij, ik wil even de beacon kijken. Speed. Ja, laten we gewoon niets aanzetten. Waarom staat er niks aan? Ja, we zitten... Kom, we doen echt het useless. Ah, nee, nou, daar kon ik er net op. Oh shit, daar is Emiel. Verstop je. Pst, zijn jullie niet. Hallo! Wij nemen op. Bij Bemen. Haal jij eens een blokje of zo, een oor. Boe. Oh, volgens mij moet hij ademen. Heel veel ademen. Oh. Ik haal een blokje. Hey, hier is een huis, daar kunnen we vast wel wat stelen. Kan ik joinen? Why stylen niet? Doe maar nee, omdat we al bezig zijn. Zeg maar nee, we zijn al eventjes bezig. Volgende keer. Heeft Emiel eigenlijk al eens meegedaan? Nee. Nou, dan doet volgende keer Emiel mee. Zeg maar Emiel, je mag volgende keer meedoen. Je bent uitgenodigd. De volgende keer ben jij de eerste. Ja, jij staat bovenaan de wachtrij. Je staat boven in de wachtrij. Jee! Ik heb helemaal moeite. Want het overal gaat in ons deur, villa pand. Ik heb al de iron. Ah shit, dan zeg ik het niet eerder. We hebben niet eens iron. Emiel moet lachen. Haha. We hebben alleen maar gold. Emiel. Neem maar gold mee ook goed. Waarom hebben we geen iron? Wat de fuck wil iron? Hadden we iron? Ja. Was dat gestolen? Stack of zo. Stacks. Wil je maar gold in dan? Maakt niks uit. We don't need iron, we maken wel. Zal wel een nether verloren zijn ofzo. Tobias, wat heb je me niet verteld de vorige keer? ja, laten we snel dat beacon aanzetten. Oké, hier. Haste of speed? Ja, speed. Nee, haste, dat is handig voor het minen. Nee, we gaan hier toch niet minen. Oh ja, we moeten hier deur omheen weghakken. Ja, daarom. Poef. Ja. Alleen die range hier is vreselijk. Wat dan? Nou. Shit, ik heb dit blokje niet. Shit! Ik heb dit blokje niet, het witte blokje. Welk blokje? Die heb ik. Zet hem neer. Ja, ik liet je wel even schrikken. Zet hem neer, zet hem neer, zet hem neer. Zet hem neer, zet je hallo? Wee! Ik merk de speed nog niet echt. We moeten trouwens voor eten zorgen. We hebben nog geen goede bron van eten.
Maar we hebben in elk geval de beacon aan. Oh, gelukkig zit je niet meer achter me aan, ik kan nog maar een half leven. Dat was al zo. Hey, Edwortel. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Hey, Edwortel. Oké, ik heb een full diamond gemaakt nu. Hebben we dat? Hadden we. Oké, dat is goed. Nee, heb ik niet gedaan. Hoezo, anders ging ik gewoon met pijlen en boogjes in doodschieten. Diamond hey, heb je die oven textures gezien van de bovenkant? Nee. Kom eens kijken. We zitten in ons eigen texture pack, zit ik, hè? Ja, dat maakt niet uit, ik ook. Zit jij niet nog in ons in het texture nee, maar kijk, pack van de Iron Rose? Nee, hier zien een overste super vet uit. Je hebt die oven, hebben we zo'n vlammetje aan de bovenkant. Die geel wordt, die oranje wordt. Volgens mij zit je in een texture pack. Bovendien liggen gewoon je spullen nog op de grond. Heb je die niet opgepakt? Nee, alleen het eten. Ah, ik zit in de Iron Rose. Volgens mij zit je erin. Nee, nee, hij zit in ons eigen. Ja, ik zit in ons eigen. Zeker weten. Ja, volgens mij zit je toch. Nee! Oh, ik zit er toch in. Ah, het zag er echt vet uit. Ik moet boeken. Ik moet boeken. Oké, sorry, ik ga het. Ik moet boeken. Oké, even denken. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Wat je kan doen. When they come for you. We kunnen een vloer in ons huis bouwen. Laten we daar aan beginnen. Laten we even weer een beetje pimpen my house doen. My house. Ah, karma. Oh nee, wacht, dan moest ik doodgaan. Waarom moet je dat nou typen? Omdat praten moeilijk is. Wil je nou echt dat hij dat ook ziet? Of zij, twee. Ja, het was karma. Had je maar niet... Had je iets maar niet moeten doen. Mijn spullen zijn opgeblazen. Opgeblazen? Oeh, twee levens, creepers. Ik heb ons landschap even bergachtig gemaakt. Oké, mooi. Dan zijn we niet de enige van. Ja, dan zijn we undercover. Heb je mijn wortels? Ja. Ja, die had ik. En had je heel veel stacks cobblestone bij je? Ik? Ja. Nee. Die lagen daar al? Nee, ik heb serieus niks neergelegd. Kijk maar in de video terug, doe je toch niet. Daarom is het netherportal uit. Ja, dat we toen nog uitgesproken. Ik zat te denken, zullen we beneden meerdere kamers maken? Oh ja, die gaan we nu weer aanzetten, want dan kijken we of we ergens anders uitkomen. Nee, ik moet poepen. Dus? Dan moeten we niet te veel moeilijke dingen doen. Gaan bewegen. Weet je, we zijn zo terug. Ik ben heel even naar de wc, tot zo. Daar zijn we weer! Voor jullie was het natuurlijk geen tijd, maar ik ben 4 minuten weg geweest. Maar ik bedacht me net, dit is de eerste keer ooit... in de hele geschiedenis van ons kanaal, dat ik een video heb gestopt om de sanitaire voorzieningen te utiliseren. Shit, wat was het ook alweer? Te utiliseren? Zoiets. Dit is gemeen. Goed, daar moet dus op gezongen worden. Daar moet voor gezongen worden. 2 violen en een trommel en een fluit, want Bram die is dik en stinkt naar buskruid. Ik heb een diamond sword met sharpness 4. Wat? Hoe kom je daaraan? Hoe de fuck? Shit, die wortelen moesten we niet opeten, die moesten we planten. Weet je waarom? Nee. Ik ging in de Nether en er was een Nether portal, daar ben ik gespawnd en er stond een skeleton met een diamond sword. Waarschijnlijk is iemand een keer dood gegaan. Nou heb ik een diamond sword. Fuck. Dank je. Hey, die wortelen die we hadden, die moesten we niet opeten, maar planten. Ah joh. Maar wat vond je van mijn liedje? Ik had een best wel logisch iets opgemerkt. Bram die is dik en stinkt naar buskruid. Ik ga hier voldaan. Nee, dat ben ik niet. Met buskruid gedeelte klopt toch wel? Ja, ik heb een diamond sword! Je bent dood! Oh nee! Oh.
Oh, ja, maar... Nee. Ik ga hier werk van maken. Dus nu is het een race wie dat eerste de diamond zwaard heeft, toch? Ik heb trouwens 1 stack en 4 potatoes. Ja, weet je waar de diamond sword nu ligt? In de lava. Nee. Nee, dan weet ik het niet. Nou, waarom vallen die zombie pigments me eigenlijk aan? Ik niet, maar ik vind het geniaal. Hé, hey, maar Bram... Ah nee, ze zijn de nether portal ingegaan en zijn niet hier uitgekomen. Dus nu zijn er pigments ergens in deze wereld die jou willen doden. Succes, ik wil niks meer met je te maken hebben. Verbrand. Verbrand jij. Duivelskind. Klinkt als een soort Sinterklaas liedje. Verbrand jij, duivelskind. Jij kan toch alleen maar fout doen. Ja, verbrand jij, duivelskind. Nee? Ik heb ze gevonden! Polished Enderseed, is dit een Enderseed? Enderseed. Ja, yeah, die had ik dus nodig. Dan kan ik dat blok maken. Maar hoe ben je daar uitgekomen? Hoe kom je hier? Naar de portal. Oh. Ik zei trouwens net, ik heb een stack gebakken aardappels in de oven zitten. Ja, maar kijk. Weet je wel, dat gaat duren. Gebakken, dan zoek ik niet meer in de oven. Ja, maar dat gaat de dieren maar doen, jij. Doe de dieren, jij. Ja, wacht even. En ja, hoe gaan we dat doen eigenlijk? Met de vloer? Ik dacht, we maken meerdere kamers. Weet je, daarachter hebben we een kamer, dan hebben we hiervoor een kamer. Dan maken we een soort halletje. Weet je, jullie dachten dat het lelijk ging worden, maar het gaat echt gewoon bizar lelijk worden in plaats van een beetje lelijk. Je kent ons. Weet je, de vloer wordt dan super netjes en de muren blijven van dirt. Of die mengen we aan met cobblestone, dat het dirt en cobblestone is. Weet jij waar die skeleton vandaan komt? Welke? Of ben je pijlen op mij aan het schieten? Ik weet van niks. Daar wil je mee ophouden. Je wilt nu geconcentreerd aan het mikken, hè? Nee? Of er is iemand binnen? Waar ben je überhaupt? Oh. Hé, hey, waar ben je? Hier, is de server weer ook vastgelopen? Probeer maar een blokje op te pakken. Ja, ik pak gewoon direct alles op. Dan kan ik gewoon direct alles neerzetten. Dan reload ik. Bram left the game. Ja, misschien is dat wel verstandig om te doen. Maar ik was niks op je aan het schieten, hè? Niet. Er was gewoon letterlijk een skeleton die op je aan het schieten was. Ik dacht, als ik stil ben, denkt hij vast dat ik het was. En het werkt. Oh, hier zit een naarblokje. Die vind ik niet leuk. Kijk, die vind ik niet leuk. Oh, daaronder is wel... Die vind ik ook niet leuk. Is het allemaal nog? Waarom? Waarom doe jij mij dit aan, wereld? En hier, kijk, dit wordt dan een soort van de vloer van de hal. Die loopt dan daar naartoe. En hier, en dan komt hier zeg maar zo... Zo, daar langs komt dan een hek te liggen. Kun je zo. Of een glazen muur, dat wordt gaaf. Ja, Bram, ik heb besloten hoe ik het wil gaan maken. Oké. Okay. Hoezo staat er een zombie in vol gouden arsenaal voor de deur met enchanted? Ah, dat is beter dan bij mij. Maar auw! Lek! Lek! Ik heb eten nodig. Ik moet eten. Ah, nee joh. Ik heb brood. Ik ben nu naar boven aan het lopen om eten te halen, anders ga ik dood. Ik kom jou helpen, ja? Nee, ik heb al 22 gebakken aardappels. Hij is al dood. Nee. Maar ik heb bedacht hoe ik de vloer wil gaan maken. Met glas en zo. En dan kun je zeg maar door de netherportal kijken. En dan maken we... Misschien is het vet om dit helemaal diep te maken dan. Ja, misschien moet ik interieurdesigner worden of zo. We kunnen ook alleen de randen van dit doen in het midden van glas. Of was dat al jouw idee? Nee, ik wil zeg maar verschillende kamers maken. Het weet trouwens van mijn armor. Heb ik even uit de nether meegenomen. Serieus? Ja, ik heb nog wat over.
Holy fuck! Wil je sharpness 4 met knockback of stond? Oh, ik heb er 3. 1, 2 of 3. Welk nummer? Doe maar iets super overpowered. Holy shit, je hebt... Okay, ik heb er 1 met sharpness. We hebben een oplossing waar jij mij mee moet helpen. Wat dan? Ik ga niet vragen van wie was die armor. Je was waarschijnlijk van hem. Het is nether veilig. Mijn diamond armor is weg. Kom eens één keer kijken. Waar? Kom hè, volg mij. We hebben wel een klein probleempje hier. Bram, waarom staat er een nether portal? Ja, dat was toen ik terugkwam, kwam ik opeens hier uit. Ik vroeg me al af hoe je ineens buiten was. Nou, zo dus. Nu moet ik zeker slopen. Ik heb geen diamond pickaxe. Oké, nou goed. Dat kan gebeuren. Maakt niet uit, weet je. Maakt niet uit. Wel fijn dat je dat blokje daar buiten weghakt, want nou komt, kan de randebiel niet aansteken, want niemand heeft één blokje obsidian bij zich. Nee, maar kom eens mee. Ja. Hoe maak je die steen eigenlijk? Het heet een blokje en die moet je omcraften tot een ander blokje. Die ene of die andere? Ik zou even kijken of we het hebben. Maar kijk, weet je wat ik wel eens aan het doen, zeg maar? We hebben hem nog hier zitten, dat blokje dat we om moet craften. Hier dit. Hier wat aan de zijkanten hier zit. Die moet je gewoon in een vierkantje doen en dan krijg je dat. Wat is dit? Enderzijd. Maar stop eens, kijk eens, kom eens. Wow, stop eens, kijk eens, kom eens. Vanaf hier, zeg maar, deze lijn zo. En dan alles wat rechts zit wil ik van dit blok gaan maken. En dan wordt dat zeg maar een halletje en zo. Enchantment room gaat de grond in. En... kom eens naar boven, jij. Ja, ik viel daar naar beneden. Zo, dat kan niet meer gebeuren. Zeg maar, dit is dan helemaal zo. Ja? En dan wil ik hier glas doen. Hier zo boven. Dat je een glazen muur hebt. En dit wil ik allemaal op dit niveau doen. Dat je zeg maar, als je binnenkomt, kijk je naar links en heb je daar een hele grote diepe hal. Oh, ja, ik dacht ook al wat doen. Shit. Yep. Oh, superkill. Holy shit. Oh. Holy shit. Ik blijf in mijn armor. Die werken inderdaad. Hé, hey, waarom blijven die beesten komen? Weet ik niet. Waarom is de nether portal aangezet? Dan kan krijg je dit soort dingen. Uitzetten. Hm? Kan je deze ook even uitzetten dan? Ah! Hou ze afstand, hou ze van mij af. Joshua, wat doe jij hier? Up. Sorry. Sorry. Dat was de verkeerde. Heb je hem gedood? Nee, ik heb hem 1 keer geraakt. Hoe kom je daar aan? Is dit van jullie? Hum obsidian is verdwenen! Nee, die... Mijn obsidian is verdwenen! Hey, meer tools! Hey! Wat? Wat? Nou, weet ik niet. Ja. Vlak bij jouw huiske. Waar woont hij dan? Het is wel echt gewoon een grote smeerboel bij ons, hè? Nee, we waren net helemaal aan het pronken dat we zo'n cool huis hadden wat echt heel mooi was. En dan ga je zeggen... Mooi gaat worden. Ja. Work in progress. Het gaat mooi worden. Maar vandaag niet meer, want vandaag zit onze tijd erop. Zoals jullie van ons gewend zijn. Ach, we hebben best veel bereikt vandaag. We hebben veel tools erbij. Ja, en... En een heel idee. En heel veel vette armen. Wat we nooit hebben, een idee. Nee, vaak hebben we geen idee wat we moeten doen. Goed, vandaag hebben we een idee. Ik zou zeggen, maar hartstikke bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer.